De directie van Haker en Bank is tevreden over de resultaten van het boekjaar 2015, ondanks deze beneden de verwachting blijkt te zijn. Gisteren zijn de resultaten gepresenteerd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. De geboekte resultaten zijn tot stand gekomen in een situatie van afnemende economische groei en toenemende onevenwichtigheden in de Surinaamse economie. De toegenomen risico's noodzaakten de bank tot aanscherping van het risicomanagement. Dit is onder andere van invloed geweest op de groei en rentabiliteit van de bank. Het geconsolideerd of vast balanstotaal steeg met bijna 9% tot 2,45 miljard SRD. Dit was deels het gevolg van de devaluatie van de SRD op 18 november 2015. De winst voor belasting nam af met 21% tot bijna 40 miljoen SRD. Dit is vooral het gevolg van hogere personeelskosten. De vergadering moest verdaagd worden omdat er een heftige discussie ontstond over de voordracht van 3 RVC-leden. Op verzoek van de regering zullen de RVC-leden Ray Vos, Roy Smit en Caroline Vos-Ritveld moeten aftreden. In hun plaats moeten komen Rabin Permisser, Chantal Doekie en Robert Gray van Trikt. De AVA was het niet eens hiermee. Zij vrezen namelijk politieke bemoeienissen. De vergadering is verdaagd voor onbepaalde tijd.